Dan moest u eerst, ik ben vandaag bezig met de experimentele aardbeien. Die ik denk in het eerste filmpje nog gezaaid heb. Of had ik die toen al? Nee, ik denk dat ik ze toen al had. En deze zijn nu 1 centimeter groot. Ik hoop dat je ze vlot kunt zien op die manier. En ik was ze aan het verspelen. Ik was eigenlijk niet van plan om te gaan filmen. Maar ik was heel verbaasd over de grootte van het wortelsysteem dat aan de plantjes zit. Dus de plantjes zijn 1 centimeter groot en ik heb zeker zo wortels. Ik zal straks eens de camera van het statief nemen, zodat jullie het ook kunnen zien. Ik toon jullie hier nog eens de kleine plantjes. Ze zijn zeker niet groter dan 1 centimeter. Ik plant ze voorlopig in een lange bak met potgrond voor moestuinen. En je ziet dat ik ze in dezelfde plantdiepte plaats. Het is een voorlopige huisvesting tot ze groter worden. Het zou een mirakel zijn mocht ik er dit jaar kunnen van oogsten. Maar iedereen zegt dat het niet mogelijk is, dus dan ben ik extra geprikkeld om het toch te gaan proberen. Hoe ga ik meestal te werk tijdens het verspelen? Ik neem een lepel. Ik ga eigenlijk het vakje uit mijn tray gaan uitlepelen. Let hierbij goed op. Als je kijkt, zie je al de wortelen uitsteken. Ik heb zeker 5 centimeter aarde. De stekgrond probeer ik er af te knijpen. Daar zit toch weinig voeding in. En ik wil daar niet zoveel aarde van in mijn plantpotje. Zoals je kunt zien, is dit kleine aardbeiplantje 1 centimeter groot. Maar heeft het een wortelsysteem van minimum 8 centimeter. Zo, en dan neem ik het plantje. Ik doe alles eenhandig, dus het moet een klein beetje, het vraagt een klein beetje handigheid. Ik leg het op de rand van het kleine haatje dat ik met mijn pink maakte. Ik duw het haatje een beetje toe. Zo. En zo druk ik het plantje aan. En vul ik het nog wat aan met goede potgrond. Als straks de hele tray gedaan is, geef ik ze goed water en zet ik ze in de serre. Zo, daar staan ze dan, alle 16, flink rechtop. Ik heb ze in januari gezaaid, we zijn 2 maanden verder. En ik hoop dat deze dit jaar, de laatste volgend jaar, vruchten gaan produceren. Ik zal ze in ieder geval heel goed verzorgen. En dan ga ik nog voor een Roundup in de serre. Ik heb hier pepertjes, paprika's en aubergine die ik voorgezaaid had in een lange bak moeten plaatsen. Want ik heb geen ronde potjes meer. De mystery guest is die allemaal gaan wegpikken op het containerpark. En ik heb er dus geen meer over. De goudsbloem die doet mooi verder. De sla komt wel goed op. Als ook de prei. Het zal lenteprei worden. De aardbeien gaan ook heel snel. In de hoek hebben we 3 cucamelons. Of, ik probeer iets dichter te gaan. Is dat olijfkomkommer? Hier. 3 stuks. Die gaan ook zeer goed. Ondertussen nog eens de aardbeien tonen. De variëteiten zijn El Santa. Een bekende soort. En die andere kan ik niet lezen.
Ostara, lees ik. Ja. De sla, die komt allemaal tegelijkertijd op. Tegen het glas daar staan nog een achttal potten augurken. Daar in de hoek nog twee grote potten prei. Mijn experiment plantuien, wat sla. Ik denk dat die allemaal op hetzelfde moment komen, dus ik zal ergens een slaaffeest organiseren. Misschien een wedstrijd aankoppelen, dat jullie uitgenodigd zijn. Dan heb ik nog Afrikaantjes in deze pot. Ja. Die ook al hun tweede blaadjes krijgen. En nog wat calendula of goudsbloem en nog een beetje prei dat ik nog moet verplanten. Hier staan mijn aardbeidjes van daarnet. Dan heb ik hier nog gedacht aan de opvolgers van mijn grote sla. Ik zie hier drie soorten. Het zijn kleine varianten, bindslaatjes. Dan heb ik hier mijn bloemkolen. De rode kool komt al aardig op. Het zijn toch al redelijke planten. Links heb ik nog drie slaplantjes. Hier, dat zijn vijf spruitplantjes. Hier links. Kaantjes in potjes, samen met koolrabi. Vind ik een lekkere groente, koolrabi. En ik moet nog even pieken. Ah, kleine raapjes heb ik ook nog, maar ik denk dat ik die eigenlijk beter rechtstreeks in de grond plant. Ik doe ook nog een poging tot artisjok hier. En de rest, die rode biet, zal waarschijnlijk niet zo heel goed zijn. De venkel gaat goed. Een beetje sla en de rucola. Zo, nu zijn jullie weer op de hoogte van de situatie in Lincerre en sluit ik af voor deze week.